Hallo iedereen, vrolijke maandag. Laten we ervoor gaan de ambassadeurstraining. Ik heb Regina of Nurse Christy of Alfred nog niet gezien. Eigenlijk dagen al. Het is al lang geleden. Ja, het is inderdaad lang geleden. Ik heb u gemist. Oké. Okay. Vandaag zullen we bespreken hoe een ambassadeur informatie kan. Gebruiken gebaseerd op octrooien om producten te promoten. We hebben vijf mensen. Veel mensen hebben mij uw presentatie gestuurd. En dat is echt heel leuk. Ik zie nog een presentatie nu. Eén iemand zei, heeft haar presentatie gestuurd en die zei dat ik op haar zoon lijk. Maar er wordt dan een, een gids gegeven over hoe je producten kunt promoten. Moeten we een samenvatting zetten? Kunt u uw hand opsteken als u vandaag presenteert, zodat we kunnen starten aan Birgit? Claire. Ik weet niet of Claire hier is, want ze zei dat ze misschien niet zou komen. Christy. Bedankt, Christy. Dus we hebben nu drie, dus we kunnen starten. Kan Patrick of Clayton even uitleggen wat een octrooi is? Ik zal de even de domme persoon zijn, want dat is misschien nieuw. Voor een bepaalde persoon. Want ik wist helemaal niet wat octrooien waren tot ik hier begon te werken. Dus misschien Clayton, misschien kunt u even uitleggen wat dat eigenlijk is. U heeft de definitie toch? De definitie waar we het over hadden? Over wat octrooien zijn. En dan kan ik zeggen hoe we het kunnen gebruiken. En dan kunnen zij presenteren waarom het zo geweldig is. Dus een octrooi is intellectueel eigendom, en de eigenaar krijgt het recht om ervoor te zorgen dat andere mensen het niet verkopen. Dus als u een octrooi aanmaakt, dan bedoelt u het proces? Ja, het gaat over processen en methodes en niemand anders kan die methode gebruiken. Of dat proces gebruiken. Dus het wordt vastgebeiteld. En er staat, oké, okay, dit is jouw product, dit is jouw proces. Dus ik leg het nu breed uit, maar als het gaat over onze octrooi, dan zal ik het wel... Specifieker uitleggen. Hopelijk was dat een goede uitleg. Dr. Raam zal er ook meer over uitleggen, want het is haar gebied. Maar u moet iets unieks maken. Het moet iets nieuws zijn. Het kan worden gebaseerd op andere methodes of andere octrooien van het verleden. Maar u moet iets unieks creëren. Zelfs van kunst. Dus die octrooien zijn eigenlijk sterker. Want het laat zien dat u uw onderzoek heeft gedaan en u heeft een sterke basis. Dus u heeft al een goede basis voor wat u nu creëert. En ze zijn beschermd voor twintig jaar. Wat is nog belangrijk? De beweringen in een octrooi zijn goedgekeurd en ze zijn publieke kennis dat is geen reclame als u refereert aan een, aan iets wat al in een octrooi staat dan is dat geen bewering voor het over het proces of de combinatie van producten en het gebruik daarvan als dat in een octrooi staat. Bijvoorbeeld de regeneratie van haar, nagels, anti en over de weefsels. Dat zijn niet gewone beweringen, dat zijn al die zijn al vastgelegd in octrooien. Bijvoorbeeld ja, in verschillende producten, zoals Clean Slate, Clean Spirits. Of als het gaat om bepaalde... Of voor bepaalde metabolismen, alcoholmetabolismen. Dan kunt u die octrooien tonen waarbij de formulering erop staat. En dan kunt u zeggen, kijk, dit is al gedaan. Dat is echt een heel krachtige bron. Minder dan 7% van alle octrooien zijn gedaan door een vrouw. Van de 7% heeft 1% enkel meer dan 1 octrooi. Christina bijvoorbeeld. Maar hier komt onze ervaring in. Of zo wordt onze ervaring gebruikt. Al die beweringen in octrooien kan eigenlijk worden ingedeeld in eigen octrooien, want zij weet hoe we dit moeten doen. Haar eerste octrooi over proces om clean slate te maken heeft 168 beweringen. Ons marketingteam gaat kijken naar de taal zodat het gemakkelijker wordt om te zeggen wat er eigenlijk gebeurt en wat er is. Dus dan, kunnen, dan wordt het gemakkelijk, dat is een gemakkelijke taal, zodat u niet door 168 beweringen moet gaan. Ik heb bijvoorbeeld een video gemaakt en dat zou klaar moeten zijn over waterstof. Er wordt gepraat over waterstof. En dat is eigenlijk een goede term in de marketing. U ziet dit product achter Patrick. En dat is een van de krachtigste componenten wanneer je het hebt over waterstof. Want dit product is al, heeft al een octrooi voor hydratatie. En voor waterstof. Dus als u dit toevoegt in uw water, dan wordt uw waterstof gestabiliseerd. Wanneer u dat water drinkt, ik doe dat bijvoorbeeld met Restore Relief Greens, want dat is goed voor uw darmen. En dan zal het ook echt goed werken, maar dat ligt aan mij. Het mechanisme van Clean Slate zal dan succesvoller zijn en de giftige stoffen in uw lichaam worden vervangen door biobeschikbaar silicium, waterstof enzovoort. Het duurt meerdere jaren voordat een octrooi kan worden goedgekeurd. Iedereen heeft het over waterstof en wij hebben al een octrooi over de stabilisatie daarvan. Dus ik denk dat wij hebben gewonnen. U kunt niet discussiëren. Iedereen heeft het over deze trendy woorden. Twee jaar geleden bijvoorbeeld hadden we gezegd dat colostrum en collageen veel besproken zouden worden in 2024. En als we het hebben over schimmelinfectie. Bijvoorbeeld als we paddenstoelen eten. Oh, wacht even. Heeft iemand, een, heeft iemand colostrum geprobeerd van de concurrentie? Ik heb eentje geprobeerd. Het heet Amra. En wat doen ze? Ze voegen smaak toe aan hun colostrum. Bijvoorbeeld sinaasappel, bloedsinaasappel. En dan heb ik het vergeleken met de onze en de onze is heel glad. En dat van hen is niet glad. Het is heel korrelig. Want het wordt eigenlijk blootgesteld aan zuurstof. Als je kijkt naar de labels, naar beide labels. Dit is Dit is een gesprek over ambassadeurs, dus dit kunt u gebruiken, dus u kunt ons label tonen en hun labels tonen. En u ziet het verschil. Wat informatie. En ik wil u terugbrengen naar de octrooien. Dus ik heb u getoond. U, u heeft mijn scherm gezien. En de website wordt geüpdate. Maar in Clean Slate ziet u al het volgende. Op de pdb van de producten ziet u een link en dan komt u terecht bij Dr. Raam en zij kan de octrooien tonen. En daar ziet u die hele pagina van de goedgekeurde octrooien. Dus u stuurt een octrooi en daarna wordt het goedgekeurd. En dan zegt u tegen de hele industrie, kijk, u bent, wat is het woord? Niet de, de expert, maar de enige persoon die over dat proces kan praten, dat het is goedgekeurd, want u bezit het octrooi. De eigenaar. Dus dan ziet u. Het intellectueel eigendom daarvan. Als ik een product wilde verkopen, wat zou ik dan doen? Ik ben geen goede verkoopspersoon. U bent niet slecht. Als ik een middeltje had en wij zeggen de roadbrands.ai, dan kan ik dingen gebruiken, verstaan. En ik kan websites maken volgens de SEO-regels. Dan zou ik een pagina maken gefocust op een onderwerp. En je kunt een onbeperkt aantal websites maken. Ik zou een onderwerp pakken en daar een link in zetten. En de octrooien laten zien op die pagina, zodat mensen kunnen lezen wat er staat. En er staat ook welke producten u aanraadt op basis van dat thema en die octrooien. En dan staat er daar ook een link in en een ingebouwde pagina voor het winkelmandje, als ik tijd zou hebben. Zou ik zero in clean slate nemen, bijvoorbeeld clean slate? Dat is een voorbeeld. En misschien kunnen we dat ook voor Trinity doen, maar we kunnen octrooien gebruiken voor clean slate. En dan kunt u zien welke casestudies er zijn, welke octrooien er zijn daarvoor, welke onderwerpen er zijn. En dan kunt u kijken naar SEO, de regels daarvan. Dan zou ik misschien een sociale mediagroep creëren. En over, de, over waterstof en het enige bedrijf dat dat kan stabiliseren is Clean Slate. Het enige product. Dat een octrooi heeft om waterstof te stabiliseren in een oplossing en veroudering tegengaan. En haar huid nagels regenereren is clean slate. Dat is één onderwerp. Misschien maken mensen zich zorgen om de stoffen in de omgeving. En het is, er is al een octrooi dat het dingen zuivert. Er zijn casusstudies. Als u een website heeft waarop, er, waarop dat op staat. Als u bijvoorbeeld lid bent van ISNS, dan kunt u die dingen ook delen. Dan kunt u die casestudies delen. En dan kunt u aan de kunstmatige intelligentie vragen wat de SEO-termen zijn in dit thema. En dan creëert u deze dingen. Misschien kunt u reclame creëren en een paar dollars geven. Dus dat zijn de dingen die u kunt leren hoe u die moet doen als u dat nog niet weet. En dan kunt u enorm veel geld verdienen en krijgt u cliënten over de hele wereld. Even over de regels, zodat we allemaal alles begrijpen. U kunt de casestudies niet gebruiken om zelfbeweringen te maken, want u bent niet de dokter. Maar u kunt wel zeggen wat er werd gezegd in de casestudies. U kunt die dingen citeren. Hetzelfde voor octrooien. U kunt niet uw eigen beweringen maken, maar u kunt tonen, oké, okay, kijk, dit is een octrooi, dit werd goedgekeurd en het werd gebruikt bij antibrodering. Maar u kunt zelf niet de beweringen maken, want u bent niet de maker daarvan. Dat is dokter Raam. Hetzelfde voor casestudies. Als dokter Raam een casestudie doet, dan... Is dat van haar? Ik kan zelf niet die bewering maken. Dus je kunt zeggen: Kijk, deze dokter heeft dat gevonden. En dit proces werd goedgekeurd op die manier in dit octrooi. Goed, maar nu wil ik eerst de presentaties doen van de drie. Mensen, ik zal starten met Monika. Hoe kunt u deze nieuwe informatie van de octrooien gebruiken voor marketing? Dus, Monika, kunt u uw scherm delen? Ja. Ja, hallo iedereen. Ja. Ik heb mijn presentatie voorbereid en ik zal mijn scherm delen. Ik hoop dat ik dat zal kunnen doen. Natuurlijk. Ik wil wel in het Duits praten. Ik heb alles in het Engels gedaan, de presentatie, maar ik wil zelf wel in het Duits spreken. Is dat goed? Ja. Oké, okay. momentje. We kunnen uw scherm zien, ja. Maar ik wil het duidelijker maken. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Dus. Oh, ik heb iets in mijn scherm. Oké, okay, dat is goed. Oké. Okay. Oké, okay, het werkt. Ik ben Monika Waldersbu. En... Oké, okay, in het Duits. Dus ik woon in Kustnog. In Zwitserland. Ik ben een moeder van twee kinderen... En sinds een weekje ben ik een grootmoeder. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, in het Duits. Sorry. Sorry, ik ben een beetje nerveus. Dus ik heb hier de inhoudstabel. Dus eerst de nieuwe octrooien van dokter Raam. Dan. Hoeveel octrooien gebruikt Roots, dus de Roots-producten? Waarom zijn de producten anders? Hoe gebruik ik de octrooien? En hoe ik de Roots-producten promote, de missie en de preventieve gezondheidszorg en de gebruiken? Volgende. Dit is dokter Christina Raam en ze heeft een systeem gebruikt om toxische stoffen weg te werken. Het is een systeem waarbij nieuw materiaal werd ontwikkeld voor bijvoorbeeld water en zelfs verpakkingen. Dat zijn substraten. En die zijn uniek, want ze zijn doordringbaar of semi-doordringbaar. En daardoor hebben ze een filtratie of een diffusie van substantieën. En er is ook een verschil of u het aanbrengt op het lichaam of in het lichaam. Het duurde zeven jaar voor dit octorooi om het goed te laten keuren. Dus gefeliciteerd, want het is echt geweldig. Hoeveel octrooien hebben de roodproducten? Ik heb deze producten opgezocht en dokter Christina Raam heeft deze producten vermeld bij de vorige keer. Dat is Clean Slate. En dat is echt heel fascinerend. Clean Slate heeft niet alleen één octrooi, maar vier. Dan hebben we Relief Greens. Er zijn drie octrooien. En Clean Spirits met vijf octrooien. En Patrick heeft dit al gezegd. Dus deze octrooien. Vinden we op deze website. Ja, u kunt dat opschrijven of iemand kan dat in de chat schrijven. Oké. Okay. Waarom zijn de roodproducten anders? Dus dat is een filtersysteem. En dat is de reden waarom onze clean slate of clean beds. Gifstoffen kan verwijderen met behoud van de vitamine en mineralen. Dat bewijzen onze producten ons elke dag. Dr. Christina Raam bezit verschillende patenten op één pro of producten en er zijn geen concurrenten die dit in hun producten hebben verwerkt. Dit is een aanzienlijke vooruitgang. En een groot voordeel ten opzichte van bestaande technologieën. Bovendien is slechts 7%, dat heeft Kleten al gezegd, van de octrooien in handen van vrouwen. Dr. Christina Raam zal de haren aan haar kinderen doorgeven. Dat vind ik echt heel mooi. Ja, de volgende slide. Waarom? Nee, hoe gebruik ik de octrooien voor de manier waarop ik de Roetproducten promoot? Het is in ieder geval een fantastische prestatie van de beste wetenschapper ter wereld, dokter Christina Raam. De oplosbaarheid wordt gehandhaafd door verschillende poriegroottes van de materialen en het is erg belangrijk om dit verschil te kennen. Deze uitzonderlijke en unieke producten zijn in staat de doeltreffendheid en de veiligheid te bewaren. En daardoor hebben ze een impact op ons lichaam, op ons, onze kinderen, de nakomelingen en heel veel mensen en dieren. De betekenis en het doel van de patenten is om de elementen water, lucht en aarde te gebruiken om mensen en onze dieren te helpen, zodat zij zichzelf ook kunnen helpen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we met onze goddelijke intentie alles kunnen bereiken met eerlijkheid en authenticiteit. Een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding kunt u vinden op, de YouTube, op het YouTube-kanaal in verschillende talen. En dan ziet u alles duidelijk van dokter Raam. Ja, dan de missie. Er zijn vele. Maar ik wil het gewoon even vermelden. Dat vind ik heel leuk. De Root Brands is een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van het inzicht van mensen in hoe giftstoffen en bepaalde chemicaliën onze gezondheid kunnen schaden. De Root Brands richten zich op de onderliggende oorzaak om te identificeren waarom ziektes kunnen optreden en de oorzaak te genezen met natuurlijke oplossingen. De producten van Roet zijn bio biologisch niet GMO en glutenvrij. Ook een groot puntje voor mij. Voor mij is dat belangrijk. Bij Roet geloven we in het inspireren van individuen om hun leven te verbeteren door authentieke, eerlijke oplossingen en eenvoudige en effectieve oplossingen voor de gezondheid van het hele lichaam. De roetbrands maakt gebruik van de kracht van de natuur om u te helpen om geweldig te zijn door middel van een duurzame en gezonde levensstijl. Zo, dat heb ik geprobeerd. Van deze Rood Universiteit. Ik weet niet, Patrick, of dat nodig is dat ik alles voorlees. Ik denk dat het wel lang zal duren dan. Wat denkt u, Patrick? Ja, ten eerste: wauw, dat was geweldig. Heel leuk om dit te zien. Maar inderdaad, voor tijd, en zodat de rest ook tijd heeft, wil ik het hebben over een andere beschrijving en wil ik een andere presentatie zien. Want het was echt fenomenaal wat u heeft gedaan. En heel gedetailleerd. Ik wil gewoon zeggen, heel erg bedankt, dokter Christina Raam. En Clayton Thomas en u en iedereen van de Roots Brands. En mijn sponsor, Regina bijvoorbeeld. Bedankt voor de geweldige foto's en wat u doet voor ons. En mijn team, mijn partners van nu en de toekomst. Het is echt geweldig. Oké, okay, bedankt voor dit. Natuurlijk. Zo. Oké, okay, Birgit. Gefeliciteerd, Monika, dat was echt heel professioneel. U heeft eigenschappen die ik niet heb. En daarom moet ik mijn aanwezigheid gebruiken. Birgit is weg. Oké, okay, Nurse Christy, hou het tussen 10 of 15 minuten, zodat we het ook kunnen samenvatten op het einde. Ja, dus ik zal het snel doen. Ik heb het anders aangepakt. Ik keek er naar hoe ik andere ambassadeurs kan helpen om de producten te promoten. Dus dat was mijn aanpak. Ik heb wat ervaring in doseren. Dus ik heb de informatie hieruit gehaald. Dus Hou het eenvoudig. Dus we moeten ervoor zorgen dat de terminologie gemakkelijk is om te begrijpen. Dus gebruik niet te veel medische terminologie. Veel mensen hebben een laag leesniveau. Leg het uit in stukjes. Want dan zal de, zullen de mensen beter onthouden. En dan kunnen we dingen, kleine stukjes informatie uitleggen. Bijvoorbeeld TikTok-video's. Mensen kijken gemiddeld minder dan vier seconden naar een TikTok-video. Dus u moet echt de aandacht grijpen van een persoon. En wanneer de mensen geïnteresseerd zijn, dan kunt u uitbreiden. Nummer twee. De route promoten door de cliënten op te leiden. De meeste cliënten kopen niet meteen het product wanneer ze het product voor het eerst zien. Dat is vooral wanneer de inhoud heel complex is. Er zijn ook veel andere uitdagingen. Dus het is belangrijk om een goed eetpatroon te hebben. En dat moet u wel vermelden, maar u moet ook zeggen wat de gevolgen zijn voor de gezondheid. Mensen hebben niet zoveel aandacht. Dus daarom is het belangrijk om informatie te herhalen, om video's te plaatsen die kort zijn om hun aandacht te grijpen. En dan kunt u dat daarop ingaan. En mensen kunnen u dan contacteren voor meer informatie. Ten derde, geef educatieve informatie in verschillende vormen. Iedereen heeft zijn eigen leerstijl. En hoeveel informatie u opneemt en hoeveel informatie u gebruikt voor beslissingen nemen. Bijvoorbeeld visueel. En ten tweede via horen. Ten derde via aanraken en doen. En ten vierde via lezen. Veel mensen leren niet door gewoon te lezen. Want de aandacht is heel kort en mensen verliezen interesse. Dus vorige week. Had dokter Christina Raam een paar slides opgezet en er was heel veel informatie. Dat is goed voor ons, want wij hebben informatie nodig, maar niet voor de cliënten. Want mensen zullen al die informatie niet lezen en ze weten niet waarom ze die informatie nodig hebben. Maar ze hebben die informatie wel nodig, maar de manier van presentatie, dat hebben ze niet nodig. Veel mensen niet. Dus geef twee verschillende leerstijlen tegelijkertijd. Visueel en audio. Bijvoorbeeld, u bent aan het praten, maar u toont ook foto's van wat u beschrijft. Dat is ook interactief. Bijvoorbeeld op sociale media. Dus geef een beetje informatie. Bijvoorbeeld Kleten had het over. Waterstofwater. Water. Er wordt niet zoveel gepraat daarover. Er wordt meer gepraat over dehydratatie. Dus zie welke terminologie mensen gebruiken en integreer dat in jouw presentatie. Gebruik ook hashtags om andere inhoud te halen. Maar geef ook een referentie naar een link. Dus uw persoonlijke referentiecode. En ook voor meer informatie. Geef dan een link naar Clean Slate. Dan kunnen ze zelf het octrooi opzoeken. En dan kunnen ze misschien ook zelf video's zien. En dat is wat ik heb. Dat is. Kort, ik heb geen voorbeelden gegeven, want mensen hebben wel genoeg creativiteit. Ja, bedankt. Ik denk dat het goed is om ook te weten wie uw publiek is, tegen wie praat u. Want u doet bijvoorbeeld een presentatie en ze geven u bepaalde vragen, ze kunnen u onderbreken. Het kan zijn dat ze willen bewijzen dat u verkeerd bent. Dus u moet echt kijken naar elk scenario. Dus daarom is het goed om dat te oefenen. Ik werkte vroeger bijvoorbeeld voor een taartfabriek. En dan oefende ik altijd. Want als iemand ontevreden is met hun eten, wat doen we dan? Het is ook goed om elkaar een uitdaging te geven. En om elkaar feedback te geven. Of zeg iets anders waardoor ik moet nadenken. Ja, Dukin, u doet dit nu heel goed. Dus een deel van doseren is eigenlijk dit. Maar neem jezelf ook op, zodat u zelf kunt bekijken hoe u reageerde. En dan kunt u zelf verbeteren. Bijvoorbeeld. Patrick zegt iets en u kunt uw antwoord opnemen en u kunt dan zien hoe u reageert. Heeft u, was u stil voor 30 seconden of was u aan het blozen en dan kunt u uzelf verbeteren. Dus uzelf opnemen in deze situatie wanneer u oefent met uw collega's, dat is heel handig. Het is moeilijk om jezelf op te nemen, maar het is echt het beste middeltje dat ik heb gebruikt. Ja, nog een goede methode. Als u het antwoord niet weet, wees niet ineens zenuwachtig. Dan kunt u zeggen, oh, dat is een goede vraag. Ik zal het. Ik zal mijn team contacteren. En dan laat ik u iets weten. En nu leer ik zelf iets. Dus u kunt zo zeggen dat het antwoord er wel aankomt. Ik wil niet te veel tijd verspillen. Ik wil nu gaan naar Birgit. U bent terug. Ja, ik weet niet wat het probleem was. Sorry dat ik ineens weg was. Maar het gaat goed nu. Oei, ze is weer weg. Ik heb uw talenten niet om zulke presentaties te doen. Ik ben een oma op het internet. Maar ik doe pitches altijd. Ik doe korte presentaties. Want ik ga vaak uit met mijn echtgenoten en we gaan naar dezelfde sociale milieus. En we gaan naar jaarlijkse feestjes bijvoorbeeld. Mensen kijken naar u en mensen vragen mij, waarom verandert u nooit? U, bent zelfs, u wordt jonger. Dat is hetzelfde als vragen, hoe gaat het met u? Mensen willen niet echt weten hoe het met u gaat. En dan zeg ik bijvoorbeeld, oh, ik heb iets nieuws en het heet Roet. Wat is goed? Dus wij doen aan biohacking en het is een nieuwe methode om het beste lichaam voor jezelf te krijgen. We hebben neuraseutische producten met echte wetenschappen, echte wetenschap daarachter gemaakt door Dr. Christina Raam, het is allemaal vastgelegd in een octrooi als u. Weet hoe je octrooien moet lezen, dan kan ik dat sturen naar u. En dan geef ik hen mijn kaartje. Ik geef hen mijn kaartje met mijn foto erop, mijn details, zodat ze weten wie ik ben. En dan zeg ik, neem contact op met mij en dan zullen we samen praten. En mensen reageren. Een paar dagen later, dan zeggen mensen, oh, dat, is, dat was een leuk feestje. En we hadden het over dit product. Ik hou het kort. Mensen denken dat het een verkoopspraatje is, maar dat is het niet, want wij zijn uniek. Mensen die octrooien kunnen lezen, die doen dat graag. Iemand vroeg Boris, wat is exact in het octrooi? Dus dan moest ik even nadenken. En dan zei ik: Kijk, alles staat hierin. En na het feestje zal ik u erover vertellen. Dus het is kort, krachtig, simpel. Dus praat niet te veel, want anders hebben mensen geen aandacht meer. Want zij hebben echt de concentratie van een goudvis. Dus ik hou het heel kort. En wat interessant is, bedankt Birgit, dat was heel goed. Wat ik ook wilde zeggen, we hebben drie verschillende presentaties gezien, drie verschillende manieren om te marketen. Bij Birgit ging het meer over. En ja, in de Verenigde Staten hadden ze vroeger van die feestjes. Buurtfeestjes en alle vrouwen kwamen en ze hadden van die dozen met dingen die ze meebrachten. En de eerste, ene persoon verkocht iets en ze hadden alle items. Dus u heeft een glaasje van wijn. En dan praat u met uw vrienden en, die... en u zegt dan wat u doet. Bij Monika ging het bijvoorbeeld over een Zoom-vergadering of een opgenomen webinar. Het ging over cliënten. en dan Nurse Christie En ze zegt dat ze zich aanpast aan het doelpubliek, ze praat met veel patiënten en met mensen die protocollen geven, protocols geven, en ze zegt, ze zegt maak het niet te zwaar, maar ze zegt bijvoorbeeld oh misschien stuur ik u een PDF of een video afhankelijk van wat de cliënt wil of nodig heeft. Dus verschillende mechanismen voor verschillende cliënten. Ik wilde ook even het volgende delen: mijn scherm. Dus Claire, Claire Polton. Oh, hier is het. Claire Polton heeft me dit gestuurd. En ze zit niet op de vergadering, maar dit is nog een manier om dit te gebruiken. Ik heb dit nog niet gelezen. Maar Claire van Canada heeft hieraan gewerkt. En dit kunnen we tonen aan de gemeenschap. Dus wat zijn octrooien? Dus we zullen dit even samen bekijken. Ik lees het met u. Wat zijn octrooien? Dat is eigenlijk heel goed trooien voor natuurlijke producten, er staan voorbeelden in. Wauw, ik hou hiervan, dit is echt geweldig. Dus heel snel, ik wil iedereen even zien. We hebben 14 minuten. En ik wil heel voorzichtig zijn hierover, want er zijn de regels. Over de octrooien van bepaalde producten. En we moeten weten dat dokter Raam de maker is en ze heeft drie octrooien over klinoptoline. Ze vermelden dat en we moeten daar voorzichtig over zijn. Iedereen buiten de Verenigde Staten. Vermeld dat niet, want dat gaat over de regels. Dus focus op de doordringbaarheid, de clean spirits, dus over die dingen. Want u kunt echt effectief daarover praten. In Duitsland bijvoorbeeld kunnen we niet zeggen dat het tegen de regels gaat. Claire woont in Canada. Daar zijn er andere regels. Dat hangt af van het land waar u leeft, natuurlijk. Maar ik wil even vermelden dat u moet letten op de regels. Dus in, op de website van Dr. Raam staan er alle octrooien. Maar u kunt niet alle octrooien en alle dingen verspreiden. Ik ga terug naar Claire. Ik zie dit hier. Dus ze heeft het hier over een van de octrooien die werden goedgekeurd. Dus Clean Spirits. Dit is heel goed. Kijk zelfs foto's. Een mooie foto van dokter Raam en die praat over doordringbaarheid, wat dat betekent. Over dekentjes. U moet eigenlijk contact opnemen met Claire. Zij heeft veel tijd hieraan gespendeerd. Ik wil niet te veel tijd hier aan spenderen, maar kijk, dit is echt fenomenaal. Morgen zullen we het hierover hebben, over dit octrooi. Tijdens de Roots Universiteit. Wauw, een hond met een masker. Emulsies. Ik ga stoppen met delen. Wauw. Dat was echt heel goed. Dus iedereen die heeft gepresenteerd krijgt 100 dollar. Dan praat ik met Duqueen en we zullen een winnaar selecteren voor de 500 dollar. Dus bedankt iedereen. We hebben nog tien minuten. Ik wil even nog samenvatten. Ik wilde het gesprek samenvatten, want het is belangrijk om te begrijpen dat wij proberen om u middelen te geven. Middelen om te praten over zoveel verschillende. Dingen. En er zijn zoveel verschillende manieren om te marketen. Sommige mensen houden van verbale dingen, sommige... andere mensen houden van Facebook-groepen, andere mensen houden van telefoongesprekken of wanneer u een kaartje geeft. En sommige mensen willen gewoon geen verkoopspraatje. Maar daar gaat het om, om in deze vergaderingen. Dus hoe kunt u dingen op een verschillende manier doen? Hoe kunt u dingen uitbreiden en uzelf groeien? Misschien heeft u een Facebookgroep met moeders. En vandaag heb ik veel vergaderingen gehad, maar in een vergadering hadden wij het gehad over rood baby's. En een persoon heeft gezet, gezegd. Oh, ik heb mijn kleindochter vermeld. Mag ik dat doen? En natuurlijk mag je dat doen. Dokter Raam wil dat wel zien. En ze heeft dat vermeld, of ze heeft Marina gecontacteerd in de chat over Root En zo hebben we zoveel ideeën gecreëerd. Bijvoorbeeld een Facebookgroep voor baby's. En dat het heel belangrijk is dat ze colostrum krijgen. En dat hun microbiome ook belangrijk is. Dat ze geen auto-immuunziektes krijgen en daarover. Dus, dit, zijn, dit is ook een manier die u kunt gebruiken. Er zijn octrooien die goedgekeurd zijn die u kunnen ondersteunen in uw missie om roodproducten te delen. En. Hier gaat deze vergadering om. Dus hoe kunt u uw gesprek structureren? Heeft iemand nog een vraag over het delen van dingen? Er zijn twintig berichten hier. Oké, okay, niemand heeft vragen. We hebben nog een andere vergadering. Heel leuk. Hopelijk kan iedereen erbij zijn. Hopelijk is iedereen een RPS-lid. Dus als u RPS-lid bent, kijk naar, kijk naar uw profiel. Er is iets speciaals daar, we hebben veel dingen. En hopelijk kunnen wij u zien op de RPS-vergadering in zeven minuten. Dus heel erg bedankt iedereen, Monica, Birgit, Nurse Christy, Claire, iedereen die heeft deelgenomen om informatie te delen. En ook om te presenteren. Er zijn 115 mensen hier. Het is niet gemakkelijk om zomaar dingen te presenteren aan. Een gemeenschap, en terwijl u misschien geen expert bent. Maar ik ben erg onder de indruk hoe iedereen het op een andere manier heeft aangepakt. En we zien u in zes minuten. Bedankt.